Ja, dat we gewoon te veel tegenslag hadden vandaag. En dat was gewoon niet leuk. Een tegenslag die je niet kon voorkomen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of je een valpartij of een lekke band kunt voorkomen. Je hebt het liever niet. En ja, wij hebben vandaag van allebei voldoende gehad. En ja, dan is het zoals het is. En we gaan nu analyseren of er dingen bij zijn die we hadden kunnen voorkomen. Maar dat kan ik op dit moment niet zeggen. Dan heb je het misschien over of Wout van Aert genoeg steun kreeg toen hij materiaalpech kreeg. Ja, genoeg steun. We waren al twee man kwijt en van één kreeg hij nog een fiets. Dus in feite op dat moment dat Wout van fiets moet wisselen de tweede keer, zitten we sowieso nog met drie man in de wedstrijd. En ja, daar weet ik niet of dat het de juiste beslissing was om dus Maarten Wijnands niet te laten wachten en Wout alleen tussen de auto's te laten. Maar dat is vanuit de auto, we waren minuten achter, we hebben bijna geen tv-beeld. Dat kan ik nu niet zeggen. Als ik die wedstrijd morgen rustig terugkijk, dan zien we misschien dat we het verkeerd hebben gedaan. Maar zou dat het punt zijn? Want er worden mensen die voor mij jouw vragen stelden, die doelen steeds op dat punt. Is dat ook een sleutelmoment voor jullie waar wellicht dan een verkeerde beslissing genomen zou kunnen zijn? Nee, ik denk dat het sleutelmoment is dat die N stukken heeft in het bos en op een andere fiets verder moest en vervolgens heel hard op zijn bek gaat. Dat is het probleem en niet het probleem dat die even alleen is komen zitten. En ja, volgens mij hebben we dat niet kunnen voorkomen. Alleen ja, zonder dat pech had hij zeker gewoon meegekund en had hij meegedaan. En dan een zevende of zesde plek, dus niet helemaal duidelijk, van Mike Teunissen is dan, neem ik aan, niet waar jullie voor gekomen zijn. Nee, dat is zeker niet waar we voor gekomen zijn. Maar dan mag je ook wel zeggen dat Mike gewoon een supergoeie wedstrijd heeft gereden. En dat we alsnog, denk ik, gewoon met een goed gevoel, in ieder geval als we op voorjaar terugkijken, op de kasseienkoersen terugkijken, kunnen zeggen dat we echt als ploeg een stap hebben gemaakt. En niet altijd even gelukkig, zeker vandaag niet. En dat we terug moeten komen om te winnen. Je staat naast de wagen met de achterruit eruit. Wat is daar precies gebeurd? Is dat het ongeval met Thijs Benoot? Ja, ik weet niet wie erop reed. Geen idee, maar er reed volgens mij eerst de motor op. En dan was het al waarschijnlijk Thijs Benoot geweest zijn achterop. Het was gewoon een opstopping. En Nico moest remmen, moest stoppen en dan knalde ze daar achterop. Ja, ook dat is schijnbaar Parijs-Roubaix. Dankjewel.